Oké, dat ziet er niet echt uit als weer om naar een waterpark te gaan. Ik draai me dus nog heel even om in bed. Is dat beter weer? Oh ja, dat ziet er wel een stuk beter uit. Het is 2 uur, ik heb super lekker geslapen, maar het is tijd om dingen te gaan ondernemen. Als de metro zo hoog is, ik kan echt alles beneden zien. KL Central, Station Putukara, Kelaluan Monorail, KTM, dan ERL. Next station, KL Central. Muntje erin. Yeah. Ik had volgens mij nog niet gezegd dat we naar de Batu Caves gaan, hè? Bij deze. Hi, can I have a ticket to Batu Caves? Sorry? Het openbaar vervoer is hier zo belachelijk goedkoop. Dit kost gewoon 2 ringgit. Nou, dat moet je dus delen door 5. Wat is het? 40 cent of zo? Amazing. En die metrorit net was ook 1 ringgit. Dat is 20 cent. Maleisië is een heel goedkoop land, ook qua eten, qua alles. Kijk hoe vet. Ze hebben gewoon een coupé voor vrouwen alleen. Epic, daar ga ik er zeker in zitten. Kijk. De Batu Caves zijn trouwens een heilige plek voor hindoes. En ze maken daar ook, of ze moeten daar een pelgrimtocht naartoe maken. Dus ik ben heel benieuwd, we gaan het zien. Wow, check. Dit is het begin. Erge pinda. Oké, dit is dus mijn grootste angst. Slangen. Ik haat slangen. Wauw, dit is vet. Kijk dat beeld. En dan, ja, nu kan je goed zien hoe groot het is. Kijk maar die trappetjes daar en die mensjes en hoe gigantisch dit is. Kan ik uitzoomen voor je? Ja. En daarboven zit dus een grot, maar er zijn dus 3 grotten. En dat zijn de heilige plekken voor de hindoes. Welke god is dit trouwens? Ik heb geen idee. Oh, het zal wel onder staan. Ik ga zo even kijken. Oké, we gaan naar binnen. Even kijken welke hindoe god dit is. Wat is dit? World's tallest Murugan statue. Is Murugan een hindoe god? Ik heb oprecht geen idee. Het is wel prachtig. Wauw. Supermooi. Kom, we gaan naar binnen. Oké, dit is een hele hoge trap naar de grot toe. Lego. En boven film ik dus niet. Dus dit is even een beetje het laatste en dan vertel ik je zo meteen wel hoe het was. Wauw, die aap heeft dus net dat doosje gestolen van deze mevrouw. Ik ben echt zo niet gek op die beesten. Kijk nou, je kan het niet eens eten. En je moet dus eigenlijk weer iets van een banaan of iets aan ze geven. Zodat ze het loslaten, zodat je het terug kan krijgen. Maar ja, ze heeft geen eten bij zich. Ja, jammer, dan ben je dus kwijt. Ze zitten daar dus ook allemaal te wachten om mensen te beroven. Vuile dieven. Ze zijn mega snel. Lol, deze vrouw liep gewoon net naar een aap toe. Ik denk dat ze haar telefoon kwijt wil of zo. Bruut uitzicht hierboven. Heel vet. En er komt een aapje aan. Kijk hem sneaky doen. Dit was echt heel vet trouwens. Super mooi om zo'n grote grot van binnen voor het eerst in mijn leven te zien. Echt, echt heel vet. En is er iets kwijt? Iets zeggen. En ik heb zoveel zin om naar India te gaan. Ik wilde het bijna overslaan, maar denk al dat ik het niet heb gedaan. Het is echt heel vet om te zien. Kan je van harte aanraden. I just can't. Hoe schattig is dit kindje? Ik heb gevraagd of ik hem mocht filmen. Kijk nou, hi! Ultiem schattig. Ik zit weer bij een Indiaans restaurant. En ik heb de Thali Limited besteld. Want ik dacht, ja, die navullingen die kan ik gewoon niet aan hoor. It's too much. En
Ja, ik hoop dat ik hier weer niet ziek van word. Maar goed, de eten hier families. Dus dat is zeg maar mijn criterium van word je daar wel of niet ziek van. Als de families eten, dan zal het wel goed zijn. Trouwens ook een kokosnoot besteld. We zitten weer in de trein. En ik vind het altijd vet leuk om zeg maar aan de hand van dit soort dingetjes woordjes te leren. Dus bijvoorbeeld selamat makan, dat wist ik al. Dat is eten. Dat is hier minum. Nou, dat is drinken dus blijkbaar. Maar wat dat... Kijk, kauwgom. Vet lang, maar wat had ik nog niet gezien? Kijk hier. Indecent behavior is verboden. Te grappig. Zie je dit al voor je in Nederland? Dat dit in de trein staat. Zou onmogen hoor, voor sommige mensen. Ik kom er net achter dat ik eigenlijk helemaal verkeerd was gelopen naar het station toen ik naar die Nationale Moskee ging. Want je kan gewoon hier over de loopbrug en je hoeft niet eens beneden te lopen. Kijk, die kant op. Dit mogen ze best wel in Nederland ook doen hoor. Het is overdekt, dus als het regent heb je er geen last van. Als de zon schijnt heb je er geen last van. Echt top. Ik snap niet waarom we dat niet in Nederland hebben. En dan kan je hier dus oversteken en dan ben ik alweer bij het metrostation. Kijk nou. Ik zit hier bij een cool koffietentje in de buurt. Check de tafel. Vet. Echt super cool. En ik heb een green tea latte besteld. Is dit een unicorn? Oh nee, het is een pauw. Kijk nou, het is een pauw. Ik had online gelezen dat hun latte skills wel special zijn. Kijk nou, het is gewoon een pauw. Super vet. En dan zie je het koffietentje. Gewoon super chill. Niet altijd dicht. Wel dicht bij mij in de buurt. Echt wel relaxed. Ik kan zo niet wachten om Asha's Burning Man vlog te zien. Dat ik hier gewoon zonder oordopjes in het koffietentje aan het kijken ben. No shame in my game. Ik was dus net een random restaurant ingelopen en ik ging zitten, keek om me heen, waren dus alleen maar mannen. Zo uncomfortable, dus ik ben maar gewoon weggelopen. En nu heb ik wel een Indiaans restaurant uitgezocht, maar eentje waar best wel veel vrouwen zaten. Maar nu nog steeds moet je kijken achter me. Alleen maar gasten. Oh jammer, de vrouwvorm gaat net weg. Kijk. Ik zag dus deze vrouw zitten en ik dacht, oh, je ziet gewoon één vrouw extra. Maar nu gaat ze dus helaas weg. Oh, ik heb al wel besteld. Dit is mijn aller liefste paneer butter masala. En daarnaast heb ik butter naan. Ik had er iets andere soep verwacht. Maar oké, het zal wel lekker zijn. Mijn handen goed schoonmaken, want ik ga weer met mijn handen eten. Ik ga snel douchen. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Morgen gaan we hopelijk wel naar het waterpark. Dus voor nu zeg ik welterusten. En tot morgen!